En dit is dan het Kamerlid. Ik heb veel over Kamerleden geschreven, omdat mijn vader het ook was. De man met de witte das die enkele van u misschien gekend hebben. Ik heb wel eens verteld, ik weet niet of u dat ooit gehoord hebt, dat hij woonde toen op de Parklaan. Later in Boshof, en nu dokter Koop woont. De kleine houtweg, hoek, Heidhuizerweg, een prachtig balkon is daaraan. Om gekozen te worden moet je propagandisten hebben. Even Herman Zwijver, want ik heb zo ook zelf in een fiets, Kies Bomans, met een bord erop, door deze stad gereden. Kalkers en plakkers had je. Een plakker, die plakte je verdiensten op affiches tegen de muur, omdat dat mocht. En kalkers, die bevestigden uw merites in kalk tegen de wanden van de grachten. Dat mocht niet. Dat geschiedde ook 's nachts. Beide species van propagandisten werden in een vereniging bij elkaar gehouden, die dan ook een uitje hadden. En als de Kamerlid gekozen werd, dan brachten ze een obade, een serenade voor het huis van het gekozen Kamerlid. Al die tijd had mijn vader al die weken hun onthaald op wijn. En dan stond hij op het balkon, die serenade te beluisteren, en ik stond daar als jongetje achter. En toen zag ik hem, toen het stuk zijn einde naderde, zag ik dat hij zich omkeerde naar moeder en zachtjes zei: geen wijn, bier is genoeg. Dat betekent, dames en heren, dat je dan gekozen bent. Dit stukje heb ik geschreven vlak na de verkiezingen. Het begint dan ook: als u dit leest, liggen er 10 mensen in Nederland onder de wol. Het zijn de lijsttrekkers. Hun gezinsleden bewegen zich op de tenen door het huis. Vader slaapt. Ruim een maand heeft hij aan de lijst getrokken. En nu slaapt hij. De melkboer zet voorzichtig de flessen neer. De bakker levert met een bekommerd gezicht zijn broodjes af. Van tijd tot tijd werpt de vrouw van de lijsttrekker een blik door de kier van de slaapkamerdeur. En daalt weer af met haar potje thee en onaangeroerde beschuitjes. Vader slaapt nog steeds. De kinderen van de lijsttrekker hebben om te ballen een andere tuin gekozen. En kaatsen daar tegen een blinde muur. Een passerende hond wordt het zwijgen opgelegd. En intussen slaapt vader. Soms wordt hij even wakker en mompelt: meer huizen. Bezitspreiding handen af van Nieuw-Guinea. Maar dan ziet hij de roze knopjes van zijn eigen behang glimlachend en draait zich op de andere zijde. Het is niet meer nodig. Hoe ziet zo'n lijsttrekker eruit in zijn pyjama? Het is een ontroerende gedachte. Duizenden vrouwen zouden haar stem gegeven hebben als ze geweten hadden hoe lief hij eigenlijk is. Maar hij heeft die weg versmaad. Met vurige blikken en gebalde vuisten heeft hij voor tientallen zalen gestaan. En niemand te vermoeden gegeven dat hij een man is in pyjama. Dat scheelde hem duizenden stemmen. Want vrouwen vullen graag het hokje in van een weerloze. Een lieverd. Een rood-wit gestreept kneutertje onder de wol. Hoeveel vrouwen hadden zijn vakje met rood opgevuld als ze hem zo gezien hadden? Maar nee, hij heeft gesproken. Kloek, mannelijk en beginselvast. En praatjes vullen geen gaatjes. De lijsttrekker is nu wakker. Hij kijkt naar het wriemelen van de zon over de vloer en langs het porselein van de wastafel. Hij kijkt naar een barst in het plafond en naar een vlieg
die over het plastic steeltje van zijn tandenborstel loopt en daar op het uiterste puntje in minuscule bedrijvigheid zijn vleugeltjes poetst. Hij kijkt naar de microscopische vakjes waaruit het beddenlaken geweven is en vult ze één voor één in. Meerhuizen, bezitspreiding, handen af van Nieuw-Guinea. En opeens ziet hij het beertje van zijn jongste zoon. Het is een bruine, pluizige beer met stijve pootjes en glinsterende kraalogen. Het dier steekt zijn stompe snoet om de kamerdeur en knikt bedachtzaam. De lijsttrekker knikt terug en wacht gespannen, want hij weet, beren van 7,50 gulden kunnen dit niet. Hier steekt iets achter. En inderdaad, daar komt de jongste zoon van de lijsttrekker behoedzaam tevoorschijn. Hij werpt, zodra hij ziet dat vader wakker is, zijn beer onstuimig tegen de muur, gaat regelrecht op het bed af en omhelst de afgetopte vertegenwoordiger. Wel gefiltreerd, zegt hij moeilijk. Kom je beneden, er is één taart. En de lijsttrekker zwaait zijn benen het bed uit en daalt in zijn gestreepte pyjama glorieus de trap af. En meteen stroomt het huis vol geluid. Vader komt. Deuren slaan, schoenen klotsen, er klinkt verward gejuich. En daar verschijnt de lijsttrekker op de drempel van de huiskamer. Hij overziet alles met de blik die hem slechts eens in de 4 jaar zo beschoren is, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn buren, zijn naaste vrienden en zelfs oom Frits, met wie hij meende verkoeld te zijn. Zij allen staan recht overeind en juichen hem toe. Er zijn bloemen, er zijn pakjes, er zijn linten en kransen. Ja, er is een taart met het cijfer van zijn partij, in suiker erop. En de lijsttrekker, die een maand lang flink is geweest, die koel moest blijven onder de verguizing van zijn tegenstanders, koel bij de ovatie van zijn partijgenoten, die de vuile stukjes onbewogen las en de nog vuilere stukjes onbewogen schreef. Hij voelt zich nu even duizelig worden. Hij staat daar in zijn gestreept pakje, als een bevrijde uit de cel van één mening, één gedachte, één programma, en kijkt de kamer in. En opeens voelt hij, ik ben kamerlid. Niet van de tweede en niet van de eerste, maar van die ene kamer, waarvan wij alle deel uitmaken. En die ons als haar onvervangbare lijsttrekker beschouwt, die van ons geen redenvoeringen verwacht, geen programma eist, geen beginselverklaring vraagt, die eenvoudig op ons stemt. Elk uur van de dag en tot onze dood toe. En daarom zeg ik u, mijn heren, die niet gekozen zijt, wees niet bedroefd. Dit was mijn politiek. Sta op uit bed en kom naar beneden. Gij zijt kamerlid en uw kiezers wachten u.